Talks to Charlie, talking to Charlie, talks to Charles, pop with the population, smell like money, so we definitely won't make some. Talks to Charlie, but now I think a special guest op een donte flesje. Voor je nek. Je weet niet, die zit daar in de herfst. Ik ben deze net dat hier is gekomen. Waarom? Want ik vind eigenlijk zijn kennis van voetbal zo straf. De manier hoe je over voetbal spreekt, de manier hoe je kritiek geeft. En u bent, hoe je dat zal zeggen, u hebt geen bullshit. U zegt, u geeft gewoon uw mening en vooral bij extra time ben ik u echt, u bent echt gewoon, dat is toch extra time? Ja, onderaan. Ja, maar ik ken u eigenlijk van extra time en soms inderdaad met Gert Vrijs en jullie dan Sportulaan aan en veel Champions League en zo. En ik apprecieer dat u tot hier bent gekomen. Echt waar. Het heeft even geschud, maar ja, drukke agenda. Drukke agenda, maar en daarom bedenk ik u juist. Want u hebt een drukke agenda. Maar nu ben ik een beetje ongeveer mijn vakantie. Dus. Vakantie, dan moet ik tegen dat u eigenlijk niet rusten. Maar u hebt uw tijd genoeg waar je gewoon een dag dankbaar. Met maar deze. Voor de mensen die misschien niet zouden weten wie u bent, u krijgt een voorstel alsjeblieft. Ja. Ik ben zelf voorstel. Ja. Dus ik ben beter van mijn tijd. Ik ben ondertussen 56 jaar en ik werk een jaar of 28 voor de VRT. 28 jaar in de VRT? Ja, ik ben begonnen. In augustus, officieel. En dus ik ben commentator bij voetbalwedstrijden en ik heb voor de VRT ook een beetje als analist voor de radio, voor televisie, tussen meer voor televisie dan voor radio. Sinds een jaar of 11 doe ik in mijn vrije tijd eigenlijk, buiten de uren van de VRT, Champions League wedstrijden voor Proximus, Big Sports, voor Lokaal. Meestal met mijn goede vriend Gert Vrij. En sinds een jaar of 2 doe ik ook 1 wedstrijd per weekend. Dat is een afspraak tussen de VRT en 11 voor de Jupiler Pro League. Werk ik 1 dag per weekend voor 11 Sports. En ik schrijf al 15, 16 jaar columns voor het Nieuwsblad. Ik heb voor het Sportsvoetbalmagazine gewerkt, maar die bestaan. Dus dat is het zo'n feit. En ik ben van opleiding eigenlijk leraar Engels geschiedenis schooldienst. Door u bijvoorbeeld weet ik dat het woord ik ga het gewoon zien hoe ik het ken, regent, R-E-G-E-N-T. Toen ik dat zeg, ja. Regent, ja. Dat is regent eigenlijk. Maar ik dacht, ja, dat woord ken ik niet. Ik ken dat niet als regen. Dus zo. Ik dacht, oh, oké, nee. Ja. Dus dit is regent en dat is regent. Ja, regent. Dus dat is eigenlijk leraar voor de, in principe voor de eerste 3 jaar van het secundaire vak. En je hebt onderwijzer op de lagere school. Dan heb je regent. En als je 4, 5, 6, dat is het licentiaal. Maar om u gewoon te laten zien van, ik leer ook dingen bij, want dat woord dat was het eerste keer dat ik dat zeg. En ja, inderdaad. Gert Vrij is hier ook geweest. Dan. Ja, hij heeft mij gezegd en toen je mij contacteerde met die vraag via Instagram, zei ik, ja, wat is dat nu weer? Hij zei, ik ben daar geweest, toffe gast, mooi project, zeker. Shanna heeft een van mijn lievelingsspelen op de onderleef dat hij geweest is, soms in Moemoetaren. Moemoetaren. Veel mensen kennen hem niet meer, maar in die jaar toen ik hem was, daar waren de toppers. Maar oké. Dus u bent geboren en getogen hier in België, maar waar in België? Ik ben van Lovenjoer eigenlijk. Dus dat is net iets minder gekend dan Bierbeek. En dat is, laten we zeggen, nog een kilometer of 7, 8 van Leuven. Dus ik woon nu ondertussen wel al. Deze maand. 25 jaar over de taalgrens. Ik word in Wallonië. Eigenlijk ben ik een Waal. Ja. Mijn identiteitskaart staat nee aan Oever. Ja. Ook goed aan de Frans taal. Wat heb je aan Frans? Ooit je van. Wat heb je aan Frans? Dat staat hier wel. Oké. Ik ben een Belg, dus ik. Wat was dat? Jullie in het Vlaanderen? Nee, dat weet ik. En ik moet zeggen. Toen ik jong was, of in de 20, was eigenlijk het principe, de Vlamingen praten uitstekend Frans, de Walen praten heel slecht Nederlands. Maar niet alle jonge Vlamingen praten nog even goed Frans, omdat Engels is veel belangrijker. Veel belangrijker. Door mijn job, want ik heb eigenlijk alleen maar Frans gestudeerd in de Majoren, ik heb nog niet Engels gestudeerd. Door mijn job, ik lees natuurlijk elke dag Franstalige kranten, ik kijk veel Franstalige televisie. Dus ik zat 19 jaar gewoon
het voetbal is mij redelijk eigen, niet ook in het Frans. Natuurlijk, je weet, ik ben ook onder. Waar is het net op? Lovenjoe. Wat een klein putje, die is ondertussen al lang opgestort. Door Bierbeek, daar hebben ze overigens ook een mooie jeugdtoernooi. Waar alle mooie grote rode duivels ooit wel gepasseerd zijn toen ze minima. Dus je hebt elkaar ook een Bassetje of Compagnie of Cedor of heeft daar genoeg, want het is een internationaal toernooi. Kluivert. Veel mensen kennen Bassetje niet. Walter. Ja, ik zal vaak namen noemen die voor mij evident zijn als oudere man, maar die die waarschijnlijk tegenwoordig iets minder bekend zijn. Dus hoor ik leren. Ik begrijp. Of zeg dus wie? Nee, ik ken die. Ik ben 33. Dus ik heb Bassetje als ik speel, geen match gewoon. Ik zei aan Arthur, Koller, ik zit eruit. Ja, ik van 2001. Tweede ronde. Tweede ronde Champions. Ja, en ik denk dat daar jaar heb je, ik denk 6-0 gewoon tegen jou en dan 2-2 tegen jou. Of dat was geen keer van die twee. Maar inderdaad, ik ben 33 vandaag en veel van mijn vrienden zijn 26, 27. Dus als je ook namen zien, dan zeggen ze wel, yes, Leicester, die zijn dat. Dus ik begrijp dat volledig. Maar voordat we iets over voetbal gaan spreken, wil ik echt gewoon weten van oké, Lovenjoe. Zeg je dat Lovenjoe? Lovenjoe. Lovenjoe, oké. Ik ben daar opgegroeid. Alleen echt opgegroeid, want je jaren, je jeugdjaar daar. Geboren. Oké. Dus als u mij iets kunt vertellen over uw jeugdjaar, dat u daar hebt meegemaakt, wat kunt u mij exact vertellen? Wel, ik zou zeggen, een onbekommerde jeugd in een arbeidersgezin. Mijn vader was arbeider. En mijn moeder gaf les in het bijzonder onderwijs. Dus heeft 42 jaar les gegeven aan kinderen met gedragsproblemen en leerstoornissen. Want Lovenjoe is ook gekend, was. Voor een instituut, ik zou met een lelijk woord zeggen, een gesticht eigenlijk. Dus Bierbeek, nog altijd, was voor de man. Lovenjoe, daar zaten de vrouwen. En we hadden ook een school voor bijzonder onderwijs. En daar heeft mijn moeder lessen gegeven altijd. En ik ben ook gegroeid op de buiten, dus ik ben een jongen van de boeren buiten. En ik ben ook opgevoed in het dialect. Dus ik kan ongelooflijk plat spreken. Dus ik spreek plat. Ik vind dat een verrijking. Dus ik kan met mensen en door spreken. Zonder dat we hebben gegaan. Ongelooflijk plat. Plaatselijk niet, ik ben daar mee opgegroeid. Ook thuis praten wij met mijn ouders nu niet meer. Dus ondertussen praten we met de kinderen algemeen Nederlands, maar ik ben opgevoed in het dialect. En jij leefde buiten. En dus dat is in de jaren 70 en 80. Dus televisie was niet wat in nu was. Sociale media bestond niet, internet bestond nog niet in het begin. Dus op televisie hadden wij zwart-wit. Brussel, Vlaams en de Hollanders. Dat was het dan. En ik ben opgegroeid als qua sportbeleving met de radio. Daarom dat ik altijd van toen klein was. Werken bij de radio, Jan Wouters was mijn grote idool. Nu kan je alles zien op televisie, maar kan je je voorstellen dat de Belgische competitie, die was niet te zien op televisie. Dat was de zondagavond op de BRT, de samenvatting. En verder waren er geen beelden van. Alles was te volgen via de radio. Ook de Ronde van Frankrijk. Die je nu kan volgen van voor de start tot na de finish. Ja, dat was alleen het laatste uur. Dus voor sportbeleving waren wij aan de radio gepluisterd. En wij leefden op straat eigenlijk. En dat bedoel ik in de positieve zin. Dus wij vertrokken een aantal bij met de fiets. En we gingen vissen in de vijver, we gingen shotten in de wijn. Wij koersten. Mijn moeder had zo'n mobiletje. En dan crosste ik dan mee door de tuin. En mijn vader was arbeider, maar hij had in zijn vrije tijd had hij ook zo'n soort varkensstal. Dus we hebben eigenlijk varkens op een vette nest. We hebben ook altijd dieren thuis. Dus boerderij? Nee, het was geen boerderij. Dus, maar ja, dus in bijberoep, varkens, vetnesten voor een bedrijf. Dan werden die opgehaald. En we hebben schapen en kippen. En dus ook nog eens twee koeien gehad. Van alles. Honden altijd. Dus jullie vorige ochtend ook eigenlijk gewoon eten? Dus die, het is niet dat die varkens bij ons komen gekocht, bij ons voor een bedrijf zitten, dat daar dan niet. Dus het was geen boerderij, maar er waren altijd dieren en moestuinen en zo. Dus, ik ben helemaal van buiten. Ja. En natuurlijk. En ik gaf ook altijd, dat is, dus ik wilde altijd dat ik klaar was, commentator. En dus bij alles wat wij deden,
gaf ik commentaar. Dus ik had een kikkertafel staan. Ja, dat vond je... In de veranda was dat? Ja, zo een tafel. Ja, een tafel. Ik heb wel een oude naam. Een oude naam, ja, dat past bij mijn leven. dus ik organiseerde dan een grote toernooi met loptrekking, Europese toernooi. En dan speel ik al die wedstrijden zelf. En gaf ik altijd commentaar. Het grote beleid van het bezoek dat dan in de hoogkamer zat en mij hoorde. Toen riep ik al. Dus ook als wij fietsten, mijn broer en ik, die commentarieerden altijd de sprint. De sprint van aan Meulen aan Dries tot bij ons. Waardoor ik ook altijd verloor, want ik zag mijn energie dan niet. Dat kon je commentaar, mijn broer profiteerde daarvan aan de boom. Dus en nu, op trouw van broer en zus? Ik heb één. Maar één broer, dan maar twee. Maar mijn papa had het samen geleden. En jullie hier al perfect. Dat is ja. Maar als ze zo. Want nu vertelt u mij meer de positieve herinneringen dat u hebt gehad op uw jongere leeftijd. Zijn er ook negatieve herinneringen waar jullie zoiets van hebben? Oh, deze heb ik meegemaakt op jonge leeftijd bijvoorbeeld. Ja, ik kan het mij toch zo meteen herinneren. In elk geval niet iets wat mij dan getraumatiseerd heeft, want anders zou ik het nog weten natuurlijk. Ja. Dus. Ik zeg dat onze jeugd was vrij onbekommerd. Wij waren niet rijk, maar we hadden ook niks tekort. En wij gingen ook heel vaak in vakantie naar de mijn ouders waren zeer gelovige mensen. Dus wij gingen ook altijd naar de mis. Ik ben ook naar misdienaar geweest. Tot ik groter werd dat de pastoor waar het kleed tekort nam bestaan, dan werd ik wel rector. En wij zaten ook niet bij wat wij ook deden vroeger. Nu zouden we niet doen. Maar wij konden ook nog van alles uitsteken zoals dat bij ons heet. Dus de mensen overal gaan fokken. Ja, van alles deden. Welke trek, dat was het meest onschuldig van allemaal. Dus een van onze dingen was ook zo een koeienstront in een pakje verpakken. Dus er waren twee versies. Dus ofwel verpakten we dat in bakpapier, in een mooi cadeautje, en legden we dat zo in een doos aan de rand van. En dan zorgen we dat precies wat het fiets gevallen was, en waar dat geval aan hadden daar. Stop naar de ouders om dat op te pakken en mee te pakken en dat doet hij in de auto. Ofwel voor de deur van de mensen, dan staken we dat in brand, dat papier. Dan belden we, dan staken we die weer weg. En wat doet hij als er iets voor je deur brandt? Dat ding is gedaan. Wat brandt het op dat? Nee. Uittrappen, hè. Oh, uittrappen. Ja, ik dacht dat het ding is gedaan. Oh, nee, maar niet binnen, het was buiten. Ja, dat is waar. Dus dat zo, zo zo weet je dat ook. Dat speelde van de lucht, hè, voor jou. Ja, maar lange benen. Tussen ben je natuurlijk ernstig. Dat verwacht je niet. Ja. Nee. Maar iedereen heeft wel wat iets uitgespoeld op jonge leeftijd. Maar het was ook altijd onschuldig. Dus, het was meer, toen werd dat gecategoriseerd onder kattenkwaad. Maar als je getrapt werd, of ze kregen te pakken, ja, dan kreeg je ook gewoon een paar lappen. Dan moest ik ook thuis gekomen over zeuren van Nelsing. Ik heb geen lappen thuis. Ja. Nee, thuis niet. Doe maar van die mensen bij wie je dat dan deed. Oké, okay, goed. Huh? Dus u zou er waarschijnlijk klachten in hebben. Ja, precies dat. Toen werd dat in de binnen gereden. Maar allee, u hebt nooit klachten gekregen van Johannes in het algemeen? Want in die tijd. Nee, eigenlijk niet. Dus naar woorden, als ze moesten vragen of oké, Peter, wat voor jongeren was u, dan kunt u nooit zeggen dat ik was een troublemaker bijvoorbeeld. Een probleem maken. Nee. Altijd de correcte jongen. Maar wat ik zeg, ja, wij deden wel van alles en op school deden wij ook wel allerlei toeren, maar nee, geen vandalisme of geen dingen die je niet kon. Ja, Peter, brand worden, die mensen aan deze opvang. Ja, maar het was geen schaamte of vuile schoenen, misschien een beetje meer wat. Ja, maar dus toevallig mijn volgende vraag was, hoe hield u uw eigen creatief bezig? Ja, dat deed wij. Maar wij amuseerden ons van s'morgens tot s'avonds, van als het de zon opkwam, in de vakantie uiteraard. Tot zover. Wij waren altijd op straat. We wisten, oké, wij aten ook om 12 uur en 5 uur, zo liep dat bij mij thuis. Dus 12 uur thuis en 5 uur thuis wordt eten. En wat ik ook heel mijn jonge jeugd heb gedaan, is 3-4 jaar verder was een boer. Die was alleen, dus hij had geen vrouw en geen kinderen. Dan ging mijn broer en ik altijd weg. Dus ik heb ook heel mijn jeugd met de tractor gereden. De tractor, stroom binnenhalen, graan, de pieten, ploegen. Toch wel de ploegen,
Heel plezant. Sensorieel. Toen was ook... Ja, dus... Nee, dat werd alleen voor betaald. Nee, dat was ook bezig. Nee, betaald. Trouwens, hoe heet je broer? Bille. Ik heb Pieter. Pieter en Peter? Ja. Nee, toch. Maar niet ingewikkeld, man. En op jonge leeftijd bijvoorbeeld, alleen tv-programma's, tekenfilms, wat keek je toen? Dat is een goede vraag. Bij ons waren dat kapitein Zeppels en zo. Kapitein Zeppel? Zeppels. Dus wat kapitein Zeppels had, dat ik zou het ook krijgen, die had een auto. Ik denk dat het een roze was of zoiets. En die kon rijden uiteraard, maar die reed ook, die kon ook het water in rijden. Voilà. Dus ik kon ook met zijn hand het water in. Ja, het water in, die hield mijn vader. Ja. Maar als je... klein kleutertje bij ons was, hè, met tante Terry en onkel Bob, hè, toen we klein waren. Hè. Ja, dus eigenlijk geen tekenfilm. Tekenfilms? Ja, Tom en Jerry is dat wel. Ja, Tom en Jerry. Ja, dat denk ik van wel. Ja, maar ik spreek is dat we zijn over 40, 50 jaar geleden. Als ik dit tegen mijn zoon moest zeggen, maar kijk naar Tom en Jerry, ja, dat nooit hoe we doen. Nee, dat is wat jullie bezig hebben. Dat is ook niet echt, de tijd evolueert. Dus ja, iedereen moet naar hetzelfde blijven kijken. Nee, maar wat ik mee bedoel is eigenlijk het feit dat Tom en Jerry entertainment kon zijn voor ons. Voor mij ook, hè. Ik ben 67 jaar of zo. Maar vandaag de dag, dat ken je gewoon veel. Maar kijk, soms, ik ben al een Netflix kijker. Soms val ik dan toch eens op een film uit 1995. Dat is verstandig. Ja. Dat lijkt alsof dat 100 jaar oud is. Dat lijkt mij met films van vandaag. Hoewel dat soms mooie, goede scenario's zijn, lijkt dat allemaal tegen 2 minuten gaan spelen. Dus ja, dat is geweldig. Dat is de evolutie. Dat is de evolutie, dat komt wel. Maar ja, dat is gewoon zo om de tijd te vergelijken. Oké, hoe hield een jongere participatie? Wat keek je? Wat voor programma's? Dus ik denk dat wij veel zorgelozer waren dan de jongeren dan vandaag. Ja, ik denk dat wel. We moesten ook wel studeren en zo, maar ja, als ik dat vergelijk met mijn eigen kinderen, stond het ook minder onder druk. We hadden ook veel minder prikkels. Kijk, ik kan zeggen, het venster op de wereld van de jeugd van vandaag is natuurlijk een miljoen keer groter dan het onze. Mm-hmm. Want ik zei dat ik een telefoon of internet of televisie en radio en een krant. That's it. Dus, maar tegelijkertijd hadden we ook veel minder dingen die we moesten verwerken, zal ik maar zeggen. Waar moesten wij omgaan? En veel minder verplichtingen, vind ik ook. Druk van dat en dat en dat. Dus ik denk dat wij onbezorgd waren. Onbezorgd. Denk ik. In die sociale media veel makkelijker. Persoonlijk, hè. Want ik, dat is niks meer. Mijn zoontjes die in vorige keer die kijken uit TikTok. En dan kreeg je een Snapchat bericht. Dan heb ik daar Instagram. Ik dacht van, ik moest Snake spelen op mijn 33-10. En nadat ik klaar was, denk ik die gezet te begeven geworden. Dus inderdaad, evolutie, alles is anders. Alles is anders. Maar als u moest kijken, in welke tijd groeit u liever op? Deze tijd of? Nee, ik ben blij dat ik in die periode ben opgegroeid. Wat ik al zeg. Onze kinderen hebben veel meer in de jeugd, veel meer mogelijkheden gehad, konden veel meer. Ze hebben al een veel groter stuk van de wereld gezien. Hè? Want ik zei, we gingen heel vijf naar Roet geweest, maar jij wist met een auto naar het Zwarte Woud. En ik ging naar Oostenrijk, en verder ben ik niet geraakt. Ik heb het eerst voor het eerst een vliegtuig genomen toen ik 18 was. En waar was dat dan weer naartoe? Naar Spanje of zo. Naar Denemarken of zo. Alleen dan een reisje of zo, dat was of nou, van een keer, dat maakt me niet uit. Maar ja, dat is de realiteit, ondertussen zijn ze. Klopt, dat is wel waar. Natuurlijk, onze ouders zijn een van de meest belangrijke mensen in ons leven. Maar zeker op jonge leeftijd en ook gewoon wanneer we ouder worden, het is gewoon fijn om te zien dat je ouders nog leven. Nee, helaas niet. Maar ja, ze zijn allebei. Ze zijn allebei overleden en mijn vader vorig jaar en mijn moeder of 3 daarvoor. Maar goed, ze waren, want ze zijn laat ouder geworden. In tegenstelling tot dus op latere leeftijd, moet ik zeggen.
zeer ongebruikelijk voor toen, maar ze hebben elkaar later leren kennen. Dus mijn ouders waren nog fliks, 30 toen ze kinderen kregen. Wat maakt dat ze, mijn vader was 1-1, net geen 91 toen hij overleden is. Mijn moeder ook al achter de 80, dus de gang der natuur. En wij, en ik ben met mijn vrouw ook zelf pas op latere leeftijd aangekomen. Dus wij waren ook al 8 jaar getrouwd. En de mensen dachten, zijn ze ook kinderloos blijven? Maar bewust, bewust natuurlijk. Dus ja, we zijn ook al. Onze dochter is 21 en Simon wordt volgende maand 19. Maar alleen je kind zijn niet jonger. Nee, maar ja, wij zijn 56, dus in principe is dat al. Wow, Nee, maar ik wil maar zeggen, dat is dat ook ouder dan normaal. Ik zou zeggen, normaal, hè, normaal. In zeker toen wij nog die leeftijd hadden, kreeg je je kinderen als je dit doet. Ik heb hier een van de, mijn gasten die hier is gekomen, meneer Herman Brusselmans. Ja, is het. Herman, dat boeit hem niet. Hij heeft geen creatief jaar. Ja. Maar hij zei ook van, wanneer je 30 bent, is mijn zoon 15. Ik dacht, dat is een grote gemaakt natuurlijk. Maar inderdaad, dus, maar u had wel een goede band met je ouders. Ja. Altijd respectvol gebleven, altijd nooit een trouble met je ouders toe. Oké, dat is wel. Je zit tegenover iemand die het tegenovergestelde is. Ja. Nee. En dat had wel een soort van impact in dat jij een goede band had met je ouders. Hè. Ik denk dat wel. Ik ken veel mensen die met hun ouders spreken, met hun broers of zussen spreken. Ik kan me dat persoonlijk niet voorstellen. Maar ja, okay, er kunnen allerlei dingen gebeuren. Dat kan ook een fout van de ouders zijn. Dat er allerlei dingen gebeuren waardoor je geen goede band meer hebt met mijn ouders. Maar ja, bij mij zat tot de laatste dag zo. Dat ik niet zeker dat ik elke dag van de week akkoord ging met mijn vader, dat er geen discussie was of ruzie gekregen, uiteraard. Maar hij blijft u wel. Ja, en niet in die mate dat we een probleem hebben. En dan helemaal niet met mijn moeder, want mijn moeder was ja, eigenlijk een heilige. Zonder dat ze dat verklaard heeft, behalve door mij, was iemand die ja, altijd. Altijd alles in functie van de ouders, zoals meer moeders dan. Ik ga nu niet meer Peter of Peter, mag ik Peter zeggen? Ja. Je bent echt anders dan op tv. Op tv, je bent chill. Het is niet dat u, maar op tv bent u zo van, deze, als hij, allez, jij moet gewoon zijn stand naar voren brengen en u bent relaxed. Ja, we zitten in een andere setting. Ja, nee, ik zie, ja, en daar hou ik van mijn programma, alleen mijn showtje, want jij laat iemand op zijn gemak. Voordat we verder gaan. Ik moet deze altijd doen, want mijn camera is filmen. Maar. Ik ben denk ik om te komen. Dat is zeer fijn om mij eens te zien achter de schermen. Ja, ik was al buur podcast. Maar als u vanavond kijkt naar vandaag de dag, welke gelijkenissen zijn er dan naar vroeger toe? En op welk vlak? Bijvoorbeeld, oké, de jongere gasten vandaag. Ja, ze spelen minder buiten. Dat zijn de tegenovergestelde van toen. Maar wat zijn wel de gelijkenissen dat jij vandaag ziet bij de jongeren van vandaag en de jongeren van vroeger? Hoi, moeilijke vraag. Wil je bij stilgestaan? Nee, eigenlijk niet. Nee, en ook niet. Nee, moeilijke vraag, maar het antwoord zijn gelijk. Ze zijn nog altijd op stand, dat waren wij ook. Ze vinden nog altijd vaak dat we ouders ongelijk hebben. Of ik zeg altijd, je verstaat het niet wat ik u wil zeggen, maar over 10 jaar gaat je dezelfde conversatie, 20 jaar, dezelfde conversatie moeten voeren met uw eigen kind. En dan gaat het, ja, inderdaad, het is toch zo bij mij ook het geval als uiteraard. Maar ja, nu, we hebben geluk met onze kinderen, zijn brave kinderen. Dus, ik heb wel vrienden die wel wat problemen hebben met hun kinderen, dus die zullen daar misschien al meer kunnen over zeggen wat nu wel was en vroeger niet enzovoort. Kinderen zijn veel mondiger geworden dan vroeger. En een slechte zaak is dat niet, maar ja, af en toe is dat niet zo simpel natuurlijk. Dus ze zijn wel voor ons zijn nu de periode wat voorbij, maar in die periode, ja, die zeiden toch dingen tegen ons die wij thuis niet zouden gezegd hebben. Dat denk ik dan maar bijvoorbeeld. Maar! Als
het allemaal binnen de perken blijft, als het dan dat maar is. En zo ging jij dat dan natuurlijk. Inderdaad. En als jonge gast, je zei maar dat je commentator wou worden. Commentator. Wou commentator worden. Maar wou dat je nog andere ambities dat je wou worden? Nee, nee. Saai. Dat is één alleen maar. Ik wilde dat doen in mijn leven. Ik wilde commentator. Journalist, maar commentator. En en specifiek in de voetbalwereld. Ik ben ondertussen geëvolueerd tot alleen maar voetbal, maar eigenlijk in mijn jeugd was ik hier geïnteresseerd in alle sporten. Ik keek ook ongelooflijk veel naar wielen. Ja, dus toen de Tour de France was Ron van Vlaanderen, en mijn broer was Eddy Merckx. Eddy Merckx. Ja, dus ja, in Amsterdam, dus ja, ik was daar wild van. Maar ik keek alle sporten, ik was ook groot liefhebber van motocross. In onze jeugd waren België absoluut de wereld ook in het motocross, maar we zeiden kosten allemaal. Nog voor Johan Smets en Bergwoord in de buurt. Maar ik hield atletiek ook. Ik keek ook uren naar tennis. Ik was een geweldige fan van John McEnroe, Björn Borg. Ja, dat is die periode. Wimbledon, ik ook niet. Mijn vader werd daar gek van. Ja, zit hier nog te kijken. Dus dat was nog, ik weet niet hoe weer, we bleven dan wel voor binnen. Roland Garros niet echt. Wimbledon, dat was mijn jongen. Uren naar het tegenaan. Maar dat nog steeds? Nee. Ja, ten eerste, ik ben zoveel bezig met voetbal. Dat ik zou nog meer voetbal willen kijken, is misschien verkeerd, maar ik vind dat ik nog meer zou moeten kunnen kijken naar dingen die ik nog zou willen zien in functie van wat ik dan zelf ermee moet doen. Dat er nog weinig tijd overschiet om nog iets anders te kijken. Ik ben zelf ook nog niet misschien, maar ik heb nog 8 jaar. Het programma dat wij elk jaar hebben op Radio 1 tijdens de Ronde van Frankrijk, namelijk dat heette vroeger Radio Tour. Mm-hmm. Ik heb er 8 jaar gepresenteerd met een vrouwelijke medepresentator, man, of weet ik dat is. Dus ik was geïnteresseerd in een heel brede interesse in sport. Zo ben ik ook binnengekomen bij de sportredactie van de radio in 1995. Maar ja, vanaf 96 is het dan meer gekanaliseerd, voetbal nu er voorbij. Ja, 15 jaar is het eigenlijk alleen maar voetbal. Dus dan moet toegeven, het is vaak ook als ik het ook zeg. Het is de Ronde van Vlaanderen, iedereen kijkt naar de Ronde van Vlaanderen. Maar ondertussen is de Belgische competitie en speelt Antwerpen tegen KV Mechelen. En ik moet natuurlijk de maandag daar iets over zeggen. En ik ben zelf een wedstrijd aan het voorbereiden. Dus ja, bij mij staat dan de KV Mechelen. Dus ik kijk dan niet naar de Ronde van Vlaanderen. Ik vind dat fascinerend. Maar ja, dan ben ik toch met mijn werk bezig. Ik kan niet volledig begrijpen. Ik ben bijvoorbeeld geen Nederlandse fan, maar door het feit dat bijvoorbeeld mensen zoals u, Uren van Huchtje, daar wonen, begin ik meer en meer zo'n naam te horen. En je merkt, ik denk dat ik ben als een programma ben. Maar ik snap nooit, ik snap het zelf. Het is niet dat je eerst aanvalt dat je hebt gewonnen. Nee, dat kan niet. Ja, maar je moet eerst aanvallen. De eerste heeft altijd gewonnen. Oké, altijd. Is dat niet met tijd of zoiets? Nee, dat is de tweede. Je hebt 1-dagswedstrijd. En de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, grote klassiekers, naast alleen. Maar ja, die de eerste over de streep komt, heeft gewoon toch een moeilijke rekening. Maar je hebt rittenkoersen over een week, of zo'n Ronde van Frankrijk, of de Ronde van Italië, 3 weken. En dan wordt elke dag je tijd bijgehouden en opgeteld. De eerste van die dag, weet wel, een rit van die dag. Maar de volgende dag is die 10 minuten achter, maar je hebt er een die altijd vooraan rijdt en die altijd bij dan de tijd door te doen. Waarom blijf je niet bij voetbal? Leven we voetbal, je weet dat ze scoort, 1-0. Zo, maar ja, nee. Maar uiteindelijk was dat alleen, heb je zelf voetbal? Ja, maar op een niveau, het vermelden niet waard nog. Ik weet niet, de City Pirates gaan spelen die zo? Ja, alleen wat is dat? Tweede amateur. Ja, ver beneden. Dus ik heb het hoogste wat ik heb gevoetbald is in tweede provinciaal. Ik was de keeper. Maar ik heb tot mijn 25 en dan knakte mijn rug. Dat was het einde carrière. U heeft altijd, maar u heeft nooit prof. Zelfs niet in de buurt van prof geweest. Nee. Maar, op een bescheiden niveau. Oké. Maar
Blotjes, ja. Blotjes. Dat was een goede stuk. Ja. Daarna bent u... Regent geworden. Wat voor leger was u dan? Kijk, en dat is mijn vraag. Wat voor leger was u? En trouwens, het woord regent betekent ook leger. Dus u was dan... dus na de Je hebt dus geweest op legerdienst. Ja. 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 Legerdienst, hè? Ja. Dat was toen verplicht of wat? Verplichte legerdienst. Moest jij dat schieten? Ik moet zeggen, ik was een goede schutter. Dus ik denk dat ik graag maar dat maar een keer of 5, 6 gedaan heb. Dus dan gingen we naar de schietstad in de Oostburg. Oh, je woont hier in België schieten? Ja. Hier ook niet op mensen, maar wel duidelijk. Dus ja. Doelen. Peter van de Tempen. Dus GP. GP, zo. Of val, dat was dan liggen. Zien dat je schouder niet uitkomt. En ook, maar daar heb ik niks van. Vigneron, wat naam van, ik noem de naam van de wapen. Vigneron, dat is een mitraille. Dus dat ging altijd zo. Zegt hoe vast dan? Dat dit kan. Altijd in het plafond. Dus kon er in de rij. Maar dus, ik heb een jaar legerdienst gedaan. En dat was verplichte legerdienst. Dat was eind jaren 80. Na mijn studies, 1 jaar. Maar dat was easy. Hè. Dus morgens naar de depot, s'avonds thuis. En ik heb mijn rijbus met de camion aangemaakt. Dus dat was even plezant als dat het nutteloos was. Dus dat was volstrekt nutteloos. Ja, ik heb dat wel goed gedaan. En dan heb ik gestudeerd. 3,5 jaar zo. Middelbaar. Ja, maar allebei, ja, middelbaar. Dus zowel in beroepsonderwijs, technisch onderwijs als secundair onderwijs. Ik deed dat wel graag, maar ja, ik zou zeggen, ik was toch een beetje een onconventioneel idee. Dus ik was toch geen voorbeeld. Kinderen hadden wel graag, maar mooi. Ik denk toch de verkeerde reden. Ja. Nee, dat was gewoon chill eigenlijk. Ja, nu zou ze dat misschien chill doen. Ja. Toen bestond dat ook. Oké, okay. Dus werd u erover aangesproken door bijvoorbeeld uw vrouw te antwoorden? Nee, het bleef allemaal nog wel een beetje binnen beperken, maar. Ik had graag de leerlingen en ik had vooral nog altijd een heel erg goed contact met de leerlingen uit het beroepsonderwijs, die dan natuurlijk veel minder slim zijn dan diegenen uit de Latijnse, maar die wel echt waren. Is dat meneer Van Doog, heb ik geen whisky? Ja, ik heb niet. Nee, dan zeg ik ja, oké, maar dat kan wel, dat kan niet zijn kop zetten. Dus, maar die ja, oprecht waren en die altijd, had ik graag mee. Ik heb altijd één anekdote onthouden. Ik had eens in een college in Jette les. En tijdens, net na de kerstvakantie, werden er 2 Russische jongens in de klas gezet. De vluchtelingen kwamen bij ons in de klas, die spraken niet alleen Russisch. En de ene was een beetje een verstandige, de andere niet. Dat was in een soort beroepsdienst in kantoor, die je kunt dat voorstellen. Dus die jongens zaten in de klas, die snapten niets. Dus ja, ik heb het dan toch proberen en het allemaal Nederlands bijbrengen en zo. Dus op het einde van het schooljaar hadden die allebei voor mij een paar kansen. Dus die hadden niks als je die ene en witte en het andere lichtblauw zoals een blauw licht kan. Dus ik heb het niet aangedaan, want dat was niet echt mijn ding. Maar ik heb die denk ik nog 20 jaar bij, dus toen had ik een kast. Om maar te zeggen. Uit herkentelijkheid zo. Van, ja. Ik heb daar veel moeite voor gedaan, omdat het aan het converseren, dan zei ik dat het is speeltijd, maar dat staat niet aan, dus niet dat ze aan buiten. Dus ik heb er op zich veel, maar ik heb er op zich veel plezier aan gegeven, aan contact met kinderen. Ja, ik denk dat ik dus al graag zou hebben als mijn leerkracht toen. Mijn leerkrachten waren streng. En ik denk, als je dat was ook niet dat ze bij wijze van spreken mochten feesten in de klas. Nee. Dus het moest wel discipline zijn. Maar, allee, geen gezicht, niet 7 ook niet. Nee. Maar ja, op een. Op een goede manier. Maar dat is ook niet dat ik bij 100% van de leerlingen een tof vind. Dus je zult er zeker nog wel vinden dat al een neiger was dat zeg. Waarschijnlijk wel. Maar. Ja, laten we zeggen dat. Ik moest vaak godsdienst geven. Okay, so. Dat is niet het vak waarvoor ze direct staan te spreken. Godsdienst. Onder andere. Ja. Nee, heeft u alle religies bij godsdienst? Nee, dat was de katholieke godsdienst.
En wie denk ik ook heeft gebeld, weet ik niet meer. Peter, of Peter? Peter, ja. Excuses. U komt over als een correcte persoon. Dus als ik de of het vader maak, dat je zo irriteert, kent. Hier niet. Heb je wat van die gemaakt? Nee, ik heb er nu niet op gelet. Shit. Dus wij, maar ik vind wel als je bijvoorbeeld op de openbare omroep werkt, ja. Met een correct Nederlands moet praten. Maar die visie is ondertussen een beetje achterhaald. Want veel presentatoren spreken wat wij tussentaal noemen. En we gaan een keer zien. Ja. Dus ja, ook wat dat betreft heb ik mij toch wel een beetje coulant moeten opstellen. Maar bij ons aan tafel, want mijn vrouw is vertaler Tom van het Plein. Dus hij spreekt ook correct Nederlands. Dus de kinderen konden bij ons aan tafel wel niet zeggen. En noemt dat. Dan zeiden ze, nee, hoe heet dat? En dat is voor te spelen. Nee, dat is om te spelen. Waar is er niets mee genoemd? Ja, dat is van. Dat is van. Maar ja. Dat is waar. Iedereen is niet wat iedereen zegt. Maar dat is waar. Maar ik moet dit nu uitleggen aan mijn zoon. Hoe noemt dat is van? Waarom is dat van? Wel, omdat heten, ik heet Peter, maar noemen is een naam geven. Dus ik noem u Peter. Ik heb uw naam Peter gegeven. Voilà. Okay. Dat is de reden. Dat is hetzelfde, maar ik had een probleem met u en uw. Ah, ja. En tijdens mijn examen, ik ging als paar. Maar dat kan ik me voorstellen. Ja. Die leerkracht kon er zeggen: ja, deze u is jij, en deze u is van u. Ja. Ik krijg zo een oh, ja, dat toch weten. Maar dat heeft ook te maken met: ik ben opgeleid, ik weet niet of jij, ja, door jouw ouders. Sorry, voordat je verder gaat, u wint jaren geleden een Jan Wouters. Een prijs waar je eigenlijk Nederlandse taal moet beheren. Is Nederlands spreken voor je een bepaalde passie. Maar oké, had je verder met jou maar. Ja, maar ik wil maar zeggen, daar komt die drang naar correct taalgebruik vandaan. Dat, ja, Jan was mega streng daarop. En elk woord dat je sprak op de radio werd gefilterd en geanalyseerd. Hè. Dus er was bij ons niemand op de redactie. Dat was echt, wij hadden een kleine, nu zijn we de één gemaakte redactie. Van sportsapp.be en van televisie en dat. Iedereen werkt voor alles, maar wij waren toen ik nog een kleine radioredactie van een man of acht. En wij hadden zo, dus wij waren eigenlijk ook de verbeterpolitie. Dus wij wezen iedereen overal op, maar op hun taalfouten en om elkaar te beginnen natuurlijk eerst. Dus ja, wij werden zo opgeleid door het correct gebruik van het Nederlands. En de correct gebruik van uitdrukkingen achter zo, dat is ook die altijd. De pedalen verliezen, dat is slecht Nederlands. Dat komt uit het Frans, perden bij pedalen, maar dat staat niet in Nederlands. Ah, dat soort dingen allemaal. Dus met andere woorden, ik ben zo, je kan zeggen, opgeleid of misvormd, is dat je het bekijkt. Je moet zeker één ding niet doen, je moet niet aan je broer komen, want hier is een voorbeeld. Ik ga dat tegen hem doen, ik ga dat voor hem doen. Of, ze zeggen niet tegen, ze zeggen voor. Maar dat is gewoon dat zo'n spreektaal is geworden en, oh, ik ga voor hem doen. Nee, ik ga tegen hem doen, of aan, nee. Maar wat ik zei, ook daar ben ik al een beetje in geëvolueerd. Kijk bijvoorbeeld, als ik commentaar geef, eigenlijk is het wanneer ik commentaar geef. Wanneer ik commentaar geef, ik vind dat ik correct Nederlands moet spreken. Maar mijn co-commentator niet. Dat ik Eddie Snelders is, of Gert Verheyen, of Willem Koopmans. Nee, want zij zitten daar voor hun kennis van het voetbal. Zij ingehuurd als specialisten, zij hoeven niet. Correct, ze moeten natuurlijk wel verstaanbaar praten, het moet toch in algemeen Nederlands zijn, maar niet fout, dat vind ik geen enkel probleem. Nee, trouwens, een huur juridisch van die collega. Ja, nee, met Gert en Eddie heb ik zo'n kwestie. Oké, dus niet Wesley. Maar ik werk ook graag met Wesley. Ja, maar die weet toch sowieso een lievelingspersoon aan u gaan. Wat ik zeg, het, maar met Gert en Eddie. Gert en Eddie. Eddie is mijn man voor de radio, Eddie werkt al 21 jaar. 21 jaar, op de radio. Is, anders wil ik even zijn gezicht zien. Is dat geen wielrenner, man? Nee, ja, die fiets van, nee. Maar, dus Eddie Snelders, ja, kijk, je leert al meer van, hè. Eddie Snelders. Oh, ja, ik ken hem. Ja, dat is iemand die meer dan 600 wedstrijden gespeeld heeft in de hoogste klasse, bij standaard, en dan lekeren.
Antwerpen even Kortrijk, assistent bondscoach geweest. Assistent bondscoach van de bij de Rode Duits, bij Jan Teunis en Georges Leeuwen op WK 98. En dat is wel wat ik ken, WK 98, toen België 3 keer heeft gemaakt. Dat wist je dan. Ja, inderdaad. Dat was een nieuw. En het is ondertussen een van mijn oude beste vrienden. Een ongelooflijk fijne mens en een uitstekende co-commentator. Okay. En ik kan het onthouden, want hij is begonnen. De allereerste wedstrijd die hij heeft gedaan, een beetje gek, was België-Tsjechië, een barragewedstrijd, om naar het wereldkampioenschap in van 2002 te gaan, Japan en Zuid-Korea. Mm-hmm. En dat was zijn eerste wedstrijd op de IJzer. De man die de 1-0 maakte was Gert Verheyen, dus dat bedrag. En nu zijn wij samen en Tim en Gert is ook 11 jaar, dat is begonnen met Proximus, maar hij deed hem wel 21. En elk jaar denk je, ja, ik zou het niet stilletjes aan. Straks zijn eind nog. Maar dat heeft er ook mee te maken. Ik zou niet kunnen werken, en ik weet dat er zijn die dat wel kunnen. Ik zou niet kunnen werken met iemand met wie ik niet echt goed overeenkom. Als er iemand naast mij zit met wie ik geen klik heb of geen band heb, ja, dat is toch niet zo fijn om mee te werken. En Gert en hij zijn, ja, ik zeg het wel bij mijn allerbeste vrienden, dus dat is gewoon plezant. Om daar ook nog eens mee kunnen te werken. Ik bedoel, er is ook geen strijd tussen ons, of ego, of nee. Dus, we hebben ook niet speciaal gelijk houden tegenover elkaar. Trouwens, ik zou nooit in de eten in discussie gaan met Gert of met Eddie. Misschien een keer over een fout of zo. Dan zeg ik, ik denk misschien, want ja, ik ga er ook vanuit. Ja, dat is een keer een leven van mij. Dat is een verband, zeg ik. Ja. Je mag nog 100 keer, ik heb ondertussen al een miljoen wedstrijden gecommentarieerd en gezien bij wijze van spreken. Maar ja, ik heb er toch nooit op gestaan. Ik heb nooit op het veld gestaan in een wedstrijd waar het kampioenschap van België op het spel stond. Of op de eindronde van een wereldkampioenschap voetbal. Ik ben niet in die kleedkamer geweest. Gert en Eddie wel. Dus ik wil maar zeggen, ja, ze zullen toch altijd beter weten. Ja wel, maar als iemand naar u luistert en ziet, dan zal ze denken dat u meer kennis hebt dan hen. Want u komt echt zo overtuigend over. Soms. Nou, wat je in het begin hebt gezegd, en ik vind dat belangrijk en ik vind dat persoonlijk een compliment. Ik geef mijn mening, maar het is ook niet meer dan dat. Ja. Dus ik verkondig geen dogma of geen stelling en ik zeg, zo is het. En al wie dat iets anders denkt, is dom. Of die verstaat. Het kan soms wel eens zijn dat ik het geweldig oneens ben. Met een andere mening. Maar ja, ik geef mijn mening en de ene keer ben ik daar meer van overtuigd dan de andere keer. Maar ik ga altijd van een standpunt uit, zeker over voetbal. Ja, ik vind dat, jij vindt iets anders. Ja, ik vind nog iets anders. En niemand heeft 100% gelijk, niemand heeft 100% ongelijk. Dus ja, iedereen heeft, en elke mening is waardevol. En ja, de ene zal meer onderbouwd zijn dan de andere, en daar, soms vind ik echt wel, ja, nee, sorry, nee, je zegt mis. Maar meer dan dat is het ook niet. Ik vind niet dat ik zeg en zo is het. Dus. Ja, nee, klopt. En natuurlijk, Jurgen is Estan, meneer Stammers en meneer Verheyen. Frank Haas, wat is het met samen gebeurd? Want hij is nu ook niet even sport. Frank heeft zijn hele carrière bij de VGT gewerkt. Dus Frank is 25 jaar of 27 jaar collega geweest van mij. En ik heb het grootste respect voor Frank Haas. Als je, Frank is op het einde van zijn carrière, was hij nog presentator van Extra Time en commentator. Maar als je het palmaresselijke van Frank bekijkt, over die 40 jaar, hoe lang heeft hij bij de VGT gewerkt, wat die allemaal gedaan heeft. Ik vond Frank ook een geweldige presentator. Tot zijn laatste dag. Ja, maar ik weet het, presentator van Extra Time. Wanneer waarop die, sfeer creëerde en zichzelf op de voorgrond zette, maar dan de juiste touwtjes strook op de juiste geweldige droge humor. Dus, chapeau. Ja, dat is een van de mensen die mij ook ondersteunen achter de schermen. Veel mensen weten dat niet, maar ik kan enorm rekenen op Frank Haas en steunen. Ik weet niet waarom, maar... Veelzijdig man ook. Nu wordt hij met voetbal, maar hij heeft ook tennis jaren, ja, Olympische Spelen, Olympische programma's gedaan. Een reportage maken ook, interviewer. Nee, dus ik teken direct voor een carrière als Frank Haas.
En natuurlijk, je moet ook niet vergeten, die Maradona, die Vlaamse Maradona, die heeft hij ook gemonteerd. Life is life. Life is life. Ja, Frank, ja, shout-out naar die Big Frank. En ja, weet je, de tijd is... We zijn goed bezig, ik ben toch? Ja, het probleem is, als ik begin te praten, is dat normaal voor 90 minuten. Verstaat je? Dus 90 minuten, ja, perfect. Ik heb genoeg gebruik, ik heb genoeg geheugen, hè. Er is geen verlenging nog bij, je weet. Extra tijd, ja, want we hebben 20 en ben altijd. Ja, dat is. Ja. En voordat we verder gaan, wat vind je voor emotie aan je bezig met Courtois? Ik vind dat Courtois een dode fout heeft gemaakt door niet mee te gaan wedstrijd. Over de rest kan je discussiëren en dat is ook een beetje persoonlijk. Ja, voor de ene is die aanvoerder nog blijkbaar ongelooflijk belangrijk. Hij was ook ongelooflijk belangrijk omdat hij dan thuis tegen Oostenrijk wilde. Maar ik vind de initiële fout die hij heeft gemaakt is in het gesprek waarbij Tedesco dan zegt van kijk, iedere één keer, het gaat ook maar om een vieze aanvoerder voor een match en straks weer gebruiken. Dus zeg oké, nu dan Lukaku, ik kan hem misschien gebruiken, want een beetje aan het roken zijn, en jij dan Estland. Ja, daar had hij dan moeten zeggen, ja nee, mag ik niet nu. Misschien dat Romelu gezegd heeft, ja, Thibaut is dat voor nu zo brak, oké, ik dan in Estland, doe jij nu maar. Maar ja, niks zeggen. En dan na de match daar zat zijn, ook al dat hij niet gewonnen heeft, want hij zit in de Lula natuurlijk, ik denk dat staat ik hier allemaal met hem. Dus ja, dat is verkeerd. En daarna nog. Met een blessure afkomen, waarvan de bondscoach zegt, nee, sorry, nee, sorry, nee, geblesseerd, of tenminste niet, dus ik vind dat wel zeer goed gezegd. En daarna steent het nog eens bovenop. Allemaal in de emotie waarschijnlijk, die verstaan we allemaal wel. Maar ja, uit de andere kant ook natuurlijk wel, dat is het terug, die ook wel, ook weer over de duidelijkheid. Zelfs de beste, na hem, is toch altijd minder. Allee, het is niet dat twee keer boven te worden. Als morgen de Bruyne er speelt... Daarom heb ik hem graag. Ja. Want wat daarom heb ik hem graag? Want u had het gewoon zeggen wat het is. De tweede is... Minder, ja. Vele minder. Ja, omdat hij... misschien de beste van de wereld is. Huh? Vincent Kompany. Ja, die na Vincent Kompany komen, zijn er ook minder. Hè? Dat zijn ook hele goeie. Maar ik heb altijd gezegd, dat is een gouden generatie. In die gouden generatie zaten eigenlijk 4 of 5 absolute wereldtoppers. Dat je zegt van, beter vinden we niet in de wereld. Thibaut Courtois. Ja. Vincent Kompany. Kevin De Bruyne. Eden Hazard. En ik wil dan nog Romelu eventueel. Maar dan zijn er ongeveer wel goed. En de rest waren ook echt hele goede voetballers. Echt hele goede. Thomas van Aalst doet ook echt een topverdediger bijvoorbeeld. Maar, en ja, daar zijn er veel van weg. En degenen die nu na hen komen. Maar misschien zijn er, los van de Olavia of Onana of zo, kunnen dat nog worden. Maar nog niet in elk geval. En ook op die Doku kan dat worden. Ze hebben veel potentieel. Die mannen zien, amai, potentieel geweldig. Maar ja, 8 coaches in de league, nou, dat is toch nog niet genoeg. En niet alleen dat, op die leeftijden, dat ze die hebben, als ze de Hazard zijn, de Lukaku zal wel een bepaalde soort van naam gemaakt. Of... Doku heeft ook van die, heeft gebruikt in blessures gehad, dus dat heeft wel een beetje afgewerkt. En ja, het moet gekoppeld worden aan efficiëntie. Maar nog eens om het nog over Courtois te hebben. Dus ja, ik vind dat wel ongelooflijk tragisch. En ik denk dat als iedereen een beetje uitgeraasd is. En dat zeggen en niet, je moet niet natuurlijk in de media voortdurend verklaringen over een wereld, dan raak je niet aan, want ja, ze willen ook je gezicht niet verliezen. Maar dan moet het ook tenzij die boek goed was, en daar zou ik alle begrip voor hebben. Kijk, ik ben ondertussen 31, op het einde van het seizoen, nog eens nationale ploeg, nog eens, ja, de kindjes met mijn lief vrouwtje, straks gaan wanneer trouwens deze week, volgende week of zoiets. En ik wil wat meer thuis zijn, daar heb ik begrip voor. Maar niet, okay. Maar niet op deze manier. Nee. Ja. Peter, we zijn goed bezig. In het geval dat hij een schot hier naast een klok. Ik ben niet akkoord met wat u een klein beetje hebt gezegd over die bepaalde namen noemen. En dan zegt u, wij vinden misschien niet beter. Persoonlijk vind ik dat je misschien 10 betere, dat is mijn mening, maar dat is ook een mening die je hebt geluisterd. Ik bedoel, in de wereld?
Ja, ik vind dat je wel 10 betere verschillende compagnieën kunt in de wereld. Nee, maar ik bedoel. Ja. Of had je gewoon Belgisch gespeeld? Ja, op die positie, op dat moment. Op dat moment, in België dan? Nee, internationaal. Als verdediger, ja, goed, maar die was ik bij. Hij is natuurlijk, hij heeft misschien maar de helft van zijn potentieel kunnen benutten. Ja, ja. Dat is de 70's. Ja, maar dat deed ik echt waar. Maar er zijn, om gewoon een paar dingen dat ik gewoon in mijn hoofd heb. Dan denk ik gewoon aan de Ramos, gezien de Piquet's en de Chan. U zit op een ja. Okay. Ja, absoluut. Ja, maar Ramos is ook formidabel. Die ging ook nog eens 20 goals maken. Nee, 20 en 120. He? Maar die schopte er ondertussen ook nog eens 37 op. Ik denk dat hij heel veel voor elkaar was doelpunten. Ja. Dat maakt zo. Nee, en Kompany, daar kwam er ook nog eens bij. Ja, zijn uitstraling. Dat is een wereldmerk. Dus die kan qua uitstraling voor ons land. Voor ons land, ja. Is dat op het niveau van Toets Tielemans? Ja. Kent hij wat daar nooit kan spelen? Nee. Toets Tielemans, wereldster. Kent ze in alle uithoeken van de wereld, hè? Ook in Amerika, dus wat dat betreft. Kompany. Ja, natuurlijk. Oh, ik weet dat niet. Persoonlijk, ik vraag Kompany is een van de, natuurlijk, misschien eerlijk, Daniel van Baat. Nee. Dus je hebt Daniel van Baat en je hebt Kompany. Kompany, Daniel van Baat. En Daniel van Baat was ook een goede verdediger. Om de zoveel tijd fijne mensen ook is, hè, voor alle duidelijkheid. Op een top prof. Maar ja, maakte altijd fouten. Hè. Finale van de Champions League 2010. Dat zijn we gewonnen. Een verloren. Inter tegen Bayern. Twee keer Daniel van buiten afgetroefd door Milito. Twee punten. Maar hij heeft ook een paar keer de Champions League in de compagnie. Ja, dat moet ook gezegd worden. Hazard, dan ken ik u gelijk. Je hebt dan niet team speelt de president van Chelsea Hazard. We zijn misschien vier gasten. Nee, drie. Nee, maar we zijn wel een toon. Ja, maar dat was dan ook zo. Bij ons zei ze, ah ja, hij komt nu in de buurt van Messi en Ronaldo. En zijn beste, dan zeg ik ja, nee. Dat is nog altijd, daar die twee en al de rest, maar ook Hazard. Drie verdiepingen lager, dat is ook niet erg. Dat zijn natuurlijk twee, dat zijn van een andere planeet. Hè. Ik heb straks... Maar de Hazard van in die periode, de Hazard van het WK 98 was bij de beste spelers van de wereld. Zo simpel is het. Maar dat is dus 4 jaar geleden. De Bruyne ook. De Bruyne kan je erbij zeggen. Ik vind dat je wel een naam hebt vergeten, maar dat zal met hem misschien de pot gaan doen. Ik weet wie dat jij gaat zeggen, maar ja, dat is dan veelal uit sympathie. Hè. Wie? Moest dat het? Ja. Maar dat is iets van steek gebonden natuurlijk. Oef! Nee, maar dat moest wel zo. Nee, dat is waar. Ik begrijp het. Misschien gaan de mensen nog om zouden zitten met de Modric's en zo, maar. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Niet bij de Modric. Ja, daarvoor heeft hij dat te weinig laten zien. En over zijn potentieel is al niemand discussiëren. En wat zeker is, als je ploegmaats praat, bij Tottenham of bij de nationale ploeg, en die vraagt wie is nu de beste speler, dan zeg je heel vaak de beste. Ja, ik heb dat op het veld gezien. Hij is al ongelukkig geëindigd. En dat was zeker zijn fout. In de halve finale tegen Frankrijk, waar hij dan ineens was natuurlijk niet zijn beste wedstrijd. En dat zijn wel de momenten. Ja, niet waar. Dat je moet grijpen. En nog eens ondankbare opstand. Maar als je vraagt wie was de sympathiekste, dan komt daar zeker mee. Nee. Dus van alle duidelijkheid. Uitstekend, echt uitstekend spelen. Maar hier heb je toch. Zeker in Luka Modric, en je hebt Luka Modric, vind ik, die moeten ze, als die sterft, moeten ze die gaan bezoeken, want dat is niet normaal. En ze zit volgens mij, zit daar niet buitenaast. Kroos ook. Ja, dat is alweer iets anders, maar Kroos vind ik ook maar eens. Is wat is dan tussen 37 en lopen als een jong vreugd. Ja, ik vind dat heel veel. Veel matchen, maar die al heel live gezien. Ook die, bij vorig seizoen, al die... Rijlende beelden. Ja. Met een stukje jongen van je beugd. Dat hebben we net
al die waanzinnige comebacks. Wat ik aan de rechts. Ja, aan de rechts. Rodrigo, ja. Maar is er daar nog een match? Dit is een andere type. Ja, maar qua niveau, als je zegt op de wereldschaal, ja, vind ik wel. Dat is ook waanzinnig. Dat is echt ook waanzinnig. Echt waanzinnig. Ik vond het echt doodzonde dat hij er niet meer af moest. In de finale? Een half uur, ja, dan denk ik al. Die zal er verder ook niet wakker van liggen, denk ik nog maar. Maar ja, dan... Is er een ballenploeg die zo graag naar kijkt? Een ploeg waar ik graag naar kijk? Dat fluctueert wel een beetje. Het City van tegen Real in de eerste wedstrijd, ja, daar kijk ik graag naar. Maar het City zoals dat vaak zo dominant is en rondspoort en tik, 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 tik. Ja, dat is een beetje saai. Hè? Dat is eerder om dat te zeggen, dan kijk ik liever, niet dit seizoen, naar het Liverpool van Jurgen Klopp. Vol een bak alles vooruit. Ik kijk ook graag naar Bayern München. Ja, voetbal van Bayern München zie ik ook graag. En zoals Napoli dit seizoen gespeeld heeft, ja, dat is ook geweldig. Dus voor mij mag het wel een beetje vooruit gaan. Het Barcelona van Pep Guardiola en Luis Enrique, die waren ook zo dominant, maar na verloop van tijd, ik wilde daar eigenlijk niet veel in die match. Dus er was. Hop, kom je erdoor? Kom. En de Real die zo drie keer Champions naar elkaar heeft gekomen. Ik ga niet zeggen dat ik daar graag naar keek, maar ik was daar wel door gefascineerd. Door het proces dat elke keer doorgemaakt wordt door die ploeg. Dus die heeft mij ongelooflijk veel plezier bezorgd. En een geweldige ervaring die ik over 20 jaar ook zou kunnen navullen in die Champions League wedstrijden. Maar ja, om te zeggen, als geweldig voetbal dat die speelde, ja, dat is niet echt. Maar door telkens weer overeind te klauteren en soms een half uur gespeeld wordt, maar te overleven en dan tak, kouter toch binnen. Ja, ik heb wel op een andere manier geweldig mee geamuseerd. Maar om je te zeggen, oh ja, ik geef mij maar elke dag van de week een match van Real Madrid, ja, dan een iets speciaal. Oké. En je moet vragen, wat is er een beter accomplishment? Een treble winning? Dus bijvoorbeeld Real Copa de la Rey, Champions League en beker titels. Of drie keer aan elkaar Champions League winnen. Wat is er een grotere accomplishment? Of hoe zeg je dat? Ja, een grotere verwezenlijking. Ik denk dan toch drie keer aan elkaar Champions League winnen. Want je kan wel eens een seizoen hebben waarin het allemaal meevalt. Waarin je één geweldig jaar hebt en alles wint. Mm-hmm. Makkelijk is dat. Ik ken wel wat je dan in de keuze. Maar zo drie keer na elkaar de beste zijn in wat toch een slopende, moeilijke topcompetities met veel concurrenten, heel veel goede ploegen, ja, dat is toch ongelooflijk straal. Dat vind ik toch. En vooral Real Madrid deed dat zonder dat ze de beste waren. En je zou kunnen zeggen, oh ja, maar ze hebben drie jaar na elkaar, als een geweldige ploeg, spelen alles naar uit. Nee, dat was niet het geval. Hè. Ze waren eigenlijk niet noodzakelijk, geen enkele van die keren, de beste ploeg. De Liverpool, de 3-1, 4-1 finale. Ja, maar doorheen, ik bedoel, doorheen de competitie. Doe niet de finale. Ja, in de competitie. Ja. En zo van. De verloren geschenk, vind je soms. Ja, maar dus de ploegen die aan de start staan, ja, maar ik denk dat het wel. Maar schelden moet zeggen dat seizoen dan de beste. Maar nog steeds, drie keer aan elkaar zijn ze gewonnen. 4 van de 5. Ja, volgens mij. Alla Madrid. U hebt hekel aan commentaar hier uit de box. Ja. Ik snap niet wat dat is. Het is een doosbox, ik vertaal het lekker. Soms ziet echt, toen je dat las, ik dacht, oh, het is een doos, dat is micro. Nee, een doos is dat niet, maar dus een kot. Een kot. Een hok. Waarbij je dus. Waarbij, nee, het zit op een stoel. Een stoel, een tafel. En een groot, allez, soms hopelijk een groot, soms een klein tv-scherm. En je zit daar, je hebt je koptelefoon op. En je geeft commentaar terwijl je dat doet. Een hekel. In plaats van het stadion zelf te zijn. Maar en voor het voetbal. Er zijn wielercommentatoren. Mm-hmm. Die zitten eigenlijk aan de aankomst. Want dan kun je niet de hele tijd meewerken. Die zitten aan de aankomst, dus die geven zo'n commentaar. Terwijl ze aan tv gaan, dat kan niet anders. Dus ik zou kunnen zeggen, of die dan in een kot zitten in Brussel of aan de aankomst, ja, zelfs kijkt toch tv. Maar zelfs daar is het toch, anders proeft het toch een beetje de koers. Maar in het voetbal. Je moet een breder beeld kunnen hebben dan het beeld van de televisie.
Er komt een aanval op het gok in de Syrische voor de goal. Bijvoorbeeld ook offside of niet. Je kan in je hoogte zie je altijd in een vlak rijden aan je offside. Terwijl tv, ja. Plus, ja, dat staat. Ik zit dan altijd wel mijn koptelefoon goed op het lawaai luid, dat ik toch in zit zo in de zon. Maar nee, je moet kunnen. Kijk, als commentator surft je eigenlijk, hè, zoals een crowdsurfer, op de golven van het enthousiasme in het stadion. En daardoor laat je meesleden dat je in de hoek zit. Ja, en tot nu toe, wat de stadion. Allee, je bent overal. De laatste keer dat je nu zegt, dacht ik, zeg maar zo via Rabin, dat je naar Portugal was geweest. Je was naar Portugal. We hebben bij Benfica. Benfica, denk ik. Okay, ja. Welk stadion, ja. Prachtig publiek, wel je aan. Als je moest kiezen van, oké, okay, wat is het mooiste stadion? Of, maar mooiste stadion kan ik niet zeggen, maar bij de beste. Ambiance, ja, San Siro. Milan. Ja, San Siro. En om het even of het nu Inter of Milan is. We hebben nu de halve finale gedaan, twee keer. Zijn dat geweldige, geweldige sfeer. Ja, twee keer in dezelfde stadion. Nee, nee. Geweldige sfeer. Man. En die zingen ook in de hele tijd. Duitse stadions ook. De Duitse ploeg. Die kunnen 1-3 achterstaan in de 90ste minuut. Ook Bayern München. Daar wordt toch nog altijd. Die blijven zingen aan de ploeg. Ja. Blijven zingen aan ook Dortmund, hè? Blijven zingen aan aandoen. Ook als je achter staat, dan zeg je al, hoe nozel is dat? Hier bij ons fluiten ze van het veld, hè? Ja. Ja, of ze zijn al weg. Ja, moet zijn spelers verliepen om in te vallen. Ja, inderdaad. Toen wij naar je kop laten slingen, toen waren we er binnen. En waar vindt u zelf van Belgische voetbal? Behalve dit jaar, was wel geweldig. Ja. Ja. Ik zeg altijd van de Belgische competitie, dat is niet de beste van de wereld. Mm-hmm. Maar het is wel een heel moeilijke competitie. Heel moeilijk, omdat er zijn veel goede trainers. Dat is tactisch dat je team met elkaar is. Fysieke competitie. Mm-hmm. Ja, dus je wordt strijdgericht. Het is niet altijd veel ruimte om te voetballen. Dus zo van die buitenlanders die in Frankrijk mislukt zijn, denken, oh, België, oh, la Belgique, oh, wat zou dat van problemen. Ja, die supplant is hier. Dus, en altijd hetzelfde. Dus, ik amuseer me dat bij de school. En ik weet wel, als ik in het weekend Champions League in de week, sorry, Champions League heb gedaan, ja, moet ik niet verwachten dat ik in het weekend hetzelfde ga zeggen. Dat weet ik wel. Maar qua amusementswaarde, het is echt een match. Ik denk, Jesus Christ, als ik maar in de zee ga staan en een kachel blijven zitten. Maar op zich vind ik het niveau best oké. En we hebben de voorbije jaren best wel wat trainers gehad. Jonge trainers die voor een offensieve voetbal kiezen. Dat was ook een Ivan Leko en zo bij Club bij Antwerpen. Nog wel wat van die coaches die avontuurlijker zijn. Die willen aanvallen, die aanvallend voetbal spelen. Dus ja. Ja. Jij vindt van? Ik vind van niet. Ik vind alleen nogmaals in 33, dus ik heb geen verhuis en tijden en zo dingen. Maar ik begrijp het niet. Wat was het niet? Dat is competitiever. Ja. Allee, kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Charleroi of Wissel. Had de Bruno broers. Ja. Eentje door de Wissel, eentje door de Charleroi. Dan had je Standaard met alleen de Koekens en zo. Dan had je bijvoorbeeld Genk met Songs en dat en dat. Dan had je Anderlecht met Color en dat. Dan had je Brugge met Mendoza en zo. En dat waren meer proeven voor wie ik. Ja. Ook voetbal van vroeger. Het voetbal van vroeger was zeker niet beter. En je zegt nu, Genk, zo'n dag en dan had je een matchje. Ja, maar. Ik bedoel, ja. Bro, van die song en zo, bro. Ja. Allee, los van bro. Kijk bijvoorbeeld naar de Champions League van vroeger. Tegenwoordig vandaag, echt, je weet wie de halve finalist is en voordat de Champions League is gedaan. Ja, dat is een andere evolutie, dat komt door de markt. Ja, maar dat is wat ik zei. Voor dat was het niet. Je kon Juventus Lazio in de halve finale zien. Ja. Lazio had die voor Signore, ja, staan, Salas. We zullen dan altijd dit jaar nog meevallen. Je hebt Inter Milan gehad in de halve finale. Ja, dat is het zo, omdat ze natuurlijk alle rijken zaten aan de andere kant. Dat is, ja, die van elkaar nog geven. En Benfica, ik heb een van de meest aantrekkelijke ploegen dit seizoen. Ja. Ik heb toevallig nu veel matchen aan gedaan, dat was Benfica. Geweldig, ik zei hoe ze dat aan de raar zijn gaan in die ploeg, want ze zijn in een. Ja, het was voorbij. Dus ik heb de match mezelf niet gedaan, ik deed al een City. Of City.
Ja, het was zwaar over de top. Ja. Ik dacht ook al, ja, dat is altijd plaats, geen probleem. Maar nee, het was ineens was top. Ze hebben dan nog moeten krabben om een kampioen te worden. Dat is volgend jaar die Maaier geen rol gehad, dus dat is misschien wel iets. We zijn eigenlijk bijna afgerond. Is het al gedaan? Dat is wat, weet je, ik hou ervan. Wanneer iemand zit, is het al gedaan, maar dan hoor je die heel zachtje tijd met rekenen. Die heeft geen tijd. Ik zou helemaal drie contacts kunnen. We kunnen blijven praten, ik heb een goede voorstel aan nu dat je het weet. Ik heb dat gewoon gedaan, ik praat. Maar ik denk dat we gaan voor de langste interview bij je. Laatste was ja, waarschijnlijk heeft dat namelijk toch een keer ergens in de kort. Ja, ja. Yo, maar ik ben in mijn leven nog met Polydor geweest. Wat is Polydor? Ah ja, zeker. Dat is. Dus Raymond Polydor was een coureur uit de jaren 70, 80. En die was altijd twee. Dus mensen van mij gezegd, ja, de Polydor van altijd twee. Maar jij had... Dus ik was altijd in de scholenveld ook. Ik was een goede loper. Ik was een hele grappige sprint, goede lopen, maar ik was ook tweede. In de klas, ook goede nummer twee. Heel goed, maar tweede. Dat was ook een slimme. Ik zeg altijd: de enige, het enige moment waarop ik de meeste was, was op het examen van de VRT om aangeboden te worden. Niet onbelangrijk. Is je broer, is je broer een grote broer of een kleine broer? Nee, grote broer. Dus dat is ook goed. Ja, ook dat. Dat was de eerste keer. Ja. Maar hier, ik hoop, het was stel je voor dat doen en die zijn ook nog steeds vrienden, dat is wat dan. Maar wanneer iemand zegt, ik heb een kat in een zak gekocht, wat bedoelen ze eigenlijk? Kit in die zak? Nee, daarom niet. Dus dat wil zeggen, in dit geval was dat een uitspraak van een vrouw. Die trouwens, dus toen we elkaar leren kennen, was ik leraar, dus dat wil zeggen, ja, veel vrije tijd in die periode, veel thuisvakanties, thuis. Ik ben mijn vrouw thuis kwam, had ik al primitieve geslaagd, wat eten gemaakt, een patatje en zo'n schilderij en wat bloemkolen zijn. En ja, en nadat we zijn gegaan, ben ik dan in het vak gestapt en ja, is het hele land. Dus je denkt, ik koop hier, nou, ik weet niet waar de uitdrukking vandaan komt, dat zou ik eens moeten opzoeken. Maar dat wil zeggen, je hebt iets gekocht en dan doe je dat over thuis en denk ik, god, maar ja, als het daar is. Dus je hebt iets gekocht, maar gewoon niet weet wat het is. Dan de woorden die vrouw is gedaan met je man. Die zijn niet weg. Ja, maar goed, ze heeft die evolutie natuurlijk meegemaakt en dat weet dat wel. Maar, dus ja, het is uiteindelijk, want we zijn getrouwd op 14 augustus. En weet je waarom? Dan dachten we, op de 15e augustus is het altijd een feestdag. Dus moeten de mensen niet werken. Maar we hebben dat je rond de 14e, 4 s'avonds moeten we nog staan in werken. Maar ja, ondertussen is het al lang aan het verhaal, want ik ben meestal niet thuis. Het is altijd supercup of zoiets. Dus, ja, dus. Oh, wat gaan we. Maar je hebt al veel bijgeleerd, hè? Kijk al die erin uit. Ja, inderdaad. Dat is voor u, meneer Correct. Ja, allee, maar nu, maar dan denk ik dat nu alleen voetbalseizoen is praktisch over. Je hebt wel meer tijd aan zijn. Ja. Tot augustus. Nee, tot. We beginnen terug 24 juli. Oh, dat gaan we nog wel. Maar nu? Ja, nu is vakantie. Ja, dus ik heb dat tijd. Een persoonlijke vraag. Ja, nee. Oké, wel. Ik las ergens hoe u over de laatste uren van uw mama en het feit dat u het toen niet had verwerkt. Je zei nog vandaag, ja. Je hebt er nog steeds in de werkelijkheid. Dus ik was in het buitenland. Hè? Ja, en het feit dat je geen afscheid van neemt. Ja. En waarom is deze vraag heel belangrijk voor mij? Hetzelfde voor mij. Ja. Ik zou aan mijn bellen om te zeggen dat mijn moeder gestorven was. Ik was aan het fitnessen, maar de persoon die mijn bellen was mijn tante. En ik zei altijd, ik bel zo terug. Dat is mijn tante. Ik bel zo terug. Ik fitnessen. Maar zij blijft wel, maar zij is een kogel die mijn eigen. Weet je, ja, dat is niet wel. Want mijn tante is zo, ze blijft gewoon hard en ik ben net gepraat dat ik ze gewoon naar boven zit. Ik ondertussen wel verwerkt, maar zij heeft een bericht gestuurd en je ziet de bericht goed. Je moeder is gestorven en neem op. En ik wist niet waar ik was, gewoon niet ben. Maar had je dat kunnen zijn? Of niet?
Het ding is... Als je niet komt, niet. Ja, maar weet je wat het is met mijn moeder had een soort van problemen. Ik moet zeggen, geheugenverlies, allerlei dingen. Dus wanneer ik met mijn moeder sprak, soms, zij noemde mij Prince Charles. En ik zei, ik word in België. Ze zei, mijn zoon woont niet in België, maar mijn zoon woont in Engeland. Maar 2 weken voor haar dood, heb ik daar nog eens mee gesprek, maar deze keer video. En ik spreek nog en ze zegt, hoe is het met mijn 2 kleine kinderen? Alleen hoe is het met mijn kleinkind, mijn oudste, en is met degene die juist geboren had worden. Ik zeg, hoe weet je dat? Allee, elke keer dat je nu spreekt, ben je ver weg. Ze zegt, geef heel mijn groetjes en ik ben blij om te zien. En nu zit ik in België en eerlijk gezegd, dat is 2 weken voordat ze stierf. Ik zeg, mijn moeder is precies beter aan het worden. Maar dat was eigenlijk, als jij dat eigenlijk zegt, want ik ga niet dood eigenlijk, maar ik wil gewoon laten weten wat ik weet wie jij bent. En daarom was dat kleintje hard om. Kom binnen. Wacht. Maar bij mij was het zo, dus ik was bij mijn moeder geweest, want ze was bij uitzag in de rustig zo komen. Ook als ik het heel erg vond. En ik was bij haar geweest op vrijdag, maar ja, ze was dat niet, want ze was zwak in bed. Dus mijn moeder in bed bleef, die wist gewoon wauw. En dus ik had gepland, ik kom maandag terug. En ik had dat voorzien, maar ja, er was iets op werk tussen gekomen. Ja, dat is toch niet kunnen gaan, maar dat is gebeld. En dus dinsdag vertrokken. En dus ja, ik was donderdag in, ik moest nog aan denken. Ik was net geland in Praag. En de dokter zei, ja, het is toch, het is best komen. Maar dat was voor de middag, eerder dan een vliegtuig terug. Ik heb de hele dag op de luchthaven gezeten, pas samen, en dan terug, dan was het aan 9 uur of zoiets. Hij was zelf in een soort coma. Want ze heeft dan geleefd tot de avond naar binnen. Dus het is niet dat ik daar elke dag van leef. Maar ja, ik vind dat wel. Maar ja, en dat is een vraag dat ik zo van. Ik ken Peter, een soort van iets in de Nederland. Voor mij was echt, dat heeft mij kapot gemaakt. Ik was wauw van mijn hoofd. Ik was zo niet meer waar. Ik heb dat echt zo wat. Ik heb ook een broer, maar mensen zijn niet meer. Dus dat was niet meer een broer. En ja, dat was zo. Maar ik ben blij dat dat werkt. Het is ondertussen dat ik 2019 gestart heb. 1 juli. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Snap je dat? Ja. Maar, ja, ze was jong misschien. Ja, mijn moeder, ze was 55 toen ik 92. Dat is niet samen. Dat is ja. Maar weet je, mijn moeder is ook, mijn moeder is ook niet gestorven. Maar op jouw leeftijd is mijn vader achter haar rug. En niet alleen daar, hij heeft ook de kinderen gepakt van haar en daar ook achter haar. Nee. Sinds dan zijn ze nooit echt waar genoten naar de fiets, want mijn partner gewoon gefokt door mijn vader. Maar, we moeten natuurlijk deze interview afronden op een iets positieve manier. Maar shout-out naar onze moeder. Shout-out naar de moeder die nog gewoon leven. De moeder zijn geweldig. Vader zijn natuurlijk ook. Maar, ik ga jullie een. Ik heb vijf dingen opgeschreven. Het is niet noodzakelijk wie is beter dan wie, maar wie ziet u liever voetballen? Ja. Trouwens, wist je soms dat u het nog van? Oh ja. Ik kom ook niet. Ik werk af en toe bij Eleven, of bij Proximus, maar bij Eleven, ja, af en toe samen. Nou, ik kom niet. Zeker. Je moet in de boetjes zien van Charlie. Ja, dat doe ik. Maar ja, nu ga ik het niet zien voor de competitie. Maar ik heb en hij is beloofd dat hij komt? Nee, dat ding is, dus soms een drukke persoon. Ik heb via Frank zijn nummer gekregen gesteld en hij zei van dat hij dat doen, maar dat is ondertussen 2 jaar geleden. Ik wil hem ook niet storen. Maar geef toe, dat die gedachte dat ik nog ging antwoorden. Eerlijk, ik heb wel gezegd, een man die aan woord is 1000 mannen waard. En want inderdaad, je moet dat maar aan die bent. Ja, er staat, ik was ook gesteld, dat denk je, ja, dus ik ben een wist, dus sms. WhatsApps, mails, ik wist altijd. Ik kan het niet uitzien wat dat daar zo vol staat. Dus wat er staat,
wat er van blijft staan, is omdat ik denk, oké, dat is de informatie die ik moet hebben, of ik moet daar een bank, of ik moet misschien stoppen dan. Ik dacht, oké, daar ga ik nu de naast doen. Dat ben ik verkeerd. Ik ken ineens op een van de pen. En ik zeg, oh ja, het is een woord gehouden. En eerlijk, beter kun jij. Ik kon van laatst af, joh, ik ken die komen, ik zeg, ik ben niet meer dan dat is een andere keer. En in mijn boek staat te hoog, in mijn oog staat te hoog, mijn des gehaald en zo. En het is ook niet dat veel mensen lezen, maar het vraagt gewoon dat die twee, drie weken later komt en twee weken nog komen. En dat zit natuurlijk niet, dat is misschien maar een half jaar. Ja, dus, het zou kunnen, zoals je moet zien. De respect naar u toe is ook heel groot. Maar laten we even de vijf van onze Peter, want daar komt hij. Dat is niet ver van hem trouwens. In de gloria. Wie zit u beter? Dat is graag verband. Nee, wie zit je als spits in de gloria? Wesley Song of Orin? Wesley Song. Ja, grotere carrière gehad, meer doelpunten gemaakt, belangrijker geweest, titels gehaald. En Origi had iets zeer bijzonders, maar heeft er te weinig in gedaan met zijn talent en nog altijd. Ik vond Origi echt ook een goede spits. Maar ik heb moeilijk begrepen waarom hij al die jaren bij Liverpool is gebleven, waar hij toch maar super super was. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel een paar geweldige momenten doorbeleefd. In die halve finale tegen Barcelona, ik was daar ook. Maar ongelooflijk. Gescoord in de finale van de Champions League. Hij heeft ook gescoord in de finale. Ja, tegen Tottenham. Maar ja, nee, zo. Maar oké, dat is geen. Maar als het qua grotere momenten gaat, dan geef je dat wel een. Wat heeft gescoord een halve finale? Ja, kijk, Origi heeft in die periode ook een cruciale goal gemaakt in de titelrace voor Liverpool. Dus Origi heeft op een hoger niveau belangrijke doelpunten gemaakt. Dat is waar. Of in de Champions League tegen Barcelona twee keer scoren, ja, dat is toch niet niks. Op Anfield. Maar ja. Weer al, deze is niet wie beter is, het is gewoon te zien wie u Geert de Vlieger of Simon Müller. Ja, Simon Müller. Ook dat is niet zo moeilijk, ik denk dat Geert dat zelf ook vindt. Ik kan daar niet over de reden gaan zijn. Ja, Simon Müller is zonder die bovenwaard, Simon Müller wel op onder de cap zit bij de nationale ploeg. En verkozen tot gouden schoen, dat is niet evident hè, in België. Ja. De keepers worden altijd overgeslagen. Als je leven van Michel de Dommel hebben we toch nog een paar goede keepers. Nee, ja, dat is waar. Maar qua prof, niet verkeerd, die heeft 5 jaar bij Liverpool in goal gestaan. Hoeveel doen man? Zoals Orin, die is ook op een bankje gezeten. Ja, maar op een tijd, hij klopt. Maar ik bedoel daarvoor, hij heeft ja, misschien is 5 jaar. Was hij de eerste? Ja, hij is niet. Ja, hè. Miljoen was de eerste keer bij Liverpool. Ik kwam van Sutton, ziet eruit, Sutton, en dan heeft hij... Oké, maar dat... Ik ga zeggen, zeker 3 jaar is het. Maar je moet dan Liverpool met Barthez en zo dan? Ja, voor Klopp. Allee, zo het eerste jaar Klopp ook nog, en Klopp is altijd geen Karius voor de Karius, en dat was ook een fout. Ja, dat was een grote fout van Klopp, dat hij Karius boven Mieler gekozen, maar die gewoon had te forschen in de finale van de Champions League. Maar daarna kwam Alisson. Alisson. Ja, Alisson is natuurlijk... Beter kiezen dan Mingelen. Dus nee. Enzo Schifo, Gloria of Marcelo Bielsa? Nee, toch Enzo Schifo. Ja. Allee, dat is niet heel moeilijk. Maar ja, voor de jongere luisteraars en kijkers die gaan zeggen: Enzo Schifo, wat is dat voor iets? Maar ja, ik heb natuurlijk wel heel veel wedstrijden, niet als commentator, maar als. Kijken naar Liverpool. En Joost, en zo zie je het zo fenomenaal. Inter Milan is groot, ja. Bordeaux zit in Frankrijk, in Frankrijk. Ook in Europa, natuurlijk. En bij de nationale ploeg. Dus allee, het was wel een waar veel werk aan was. We moesten wel heel veel eikens op leren. Vind je niet eigenlijk? Nee. Dus pampen zo, je ziet hem. En zo, ja. Ik moest ook elke dag van de week zeggen hoe geweldig dat dan wel was. Nee, dat moet je, maar moest dat niet doen. Maar ja, qua talent en qua rendement en qua persoonlijkheid op het veld. Ja, prachtig om naar te kijken. Ja, een beetje zoals andere sterren. Een beetje zoals Moussa.
En dan heb ik natuurlijk een beetje natuurlijk langer dan Toaster Rose met de Premier League. Maar ja, toch zie ik er ook op voor zijn bij een diensten bij de Nationale Ploeg. Sorry, jongens. Paul van Iems, was hij spits? Ja. Was jij Pillen als een spits? Ja. Ja. Dat is een vergelijking. Ah, dat is een heel goed. Bob, hij is bij jou Pillen. Ja, dat is een heel goed. Dat is een heel goed. Paul van Iems of... Ik heb natuurlijk Jan Keurmans meer zien spelen, dat was mijn jeugd. Keurmans, WK van 82 en de EK 80 en 86 en zo. En Paul van Iems is van die periode daarvoor. Dus dat is net iets meer van horen zeggen. Okay. En de Paul van Iems was na verluiding niet altijd bij zich, want ja, veel beelden waren daar niet van. Geweldig gespeeld, scoorde. Dus buitenkant voet was hij. Paul van Iems, weet altijd buitenkant voet. En zo is ook een hele fijne mens, en ik ken hem goed, ik heb hier al vaak ontmoet, we hebben bondscoach geweest. Mm-hmm. En Jan Keulemans ook, maar ja, ik ga dan toch voor Jan Keulemans. Minder stilist, hè. Paul was Polarazon, dus hij dat dan ook altijd dicht. Dat is ook de hele zin Paul Basson. Grasbond. En Keulemans was meer stoer, maar wat die betekent heeft voor de brug uiteraard. Formula, dus toch maar ja. Gloria en Hazard, Gloria en de Bruyne. Dus het gaat eigenlijk de moeilijkheidsgraad niet toe eigenlijk. Volgens is dan wel. Gloria, nu zou het gemakkelijk zijn om te zeggen. Ja, je moet dan eigenlijk de Hazard van de WK 18, 19. Vergelijken met de Bruyne van de voorbije jaar, want dat was een periode dat ik vond dat Hazard gewoon beter was. Ja, beter dan de Bruyne. De Bruyne was een stuk minder, zeker in de nationale ploeg. Ja. Allee, weet je wat, ik zou Hazard kiezen als afscheidskampioen. Maar ik heb echt een argument om nu te zeggen: oh nee, het is. Ja, dat heb ik eigenlijk niet. Maar Hazard, wat hij dan gestopt is. De kuren waren ook niet zo. Met verder en voor die hamburgervrouw of zo. Ja, dat was alles bij elkaar gebleven, onschuldig. Wat je van Hazard kan zeggen. Hele fijne voetballer om als journalist heel te gaan. Altijd vriendelijk, gaf altijd antwoord als ik naar de persconferentie kwam. Altijd had een verhaal van bescheiden, geen kapsoon, geen. Alleen. Dus, alleen maar positief. Ik vind het best. Zijn carrière in de laatste paar jaar, dat je heeft altijd iets gepakt of iets anders. Dus neem je dan toch maar. Nog twee te gaan. Thierry Henry, Gloria. Ronaldo de Lima, Gloria. De dikke Ronaldo. Ja, de dikke. Dit overal gaan. Ik heb de finale gedaan, zolang ik had van 2K 2002 in. Yokohama tegen Tyson. Die was schitterend. Nee. Zeg maar, die was ik in Gloria bij Arsenal ook. Super. Maar, ja. Alles. En de andere wedstrijd van Ries bij de hele club. Henri Benzema, dat was een paar jaar. Maar Henri Benzema, niet eens. Benzema. Ja, maar Benzema is een keer van de beste speciaal. Eerst in de functie van Ronaldo. Zo goed en zo belangrijk. En daar zit ook iedereen Ronaldo weg. Ja, die pakt dat gewoon over. Op die manier. En een combinatie van score natuurlijk. Hè, duidelijk efficiënt. Maar ook voetbal en slim en afvragen. Ik weet niet of een fijne mens is, dat weet ik. Dat valt me in afvragen. Dat is dat wel. Dus dat weet ik niet, maar. Maar natuurlijk om af te ronden, voor mij is een van deze mannen gezegd dat ze het beste speler ooit heeft zien spelen. Maar ik ga u dat als ik zeg, ook. Als ik moest kiezen tussen Zinedine Zidane en Ronaldo. Ja, Zidane. Ja, toch Zidane. Ronaldinho was ook fenomenaal. En ik herinner me nog de wedstrijd, als ik het goed heb toch. Real Barcelona.
3-4 of zoiets. Ben daar even overeind. Staan de ovatie van Barcelona. Ja, als je dat voor elkaar hebt. Dus dat is redelijk straf. Hè? Normaal gooien ze dan met sinaasappels. Maar alles bij elkaar, ja, toch is dat. Normaal, laten we zeggen dat een hele rijke sprint was. Wie is dan de beste voetballer altijd? Ook boven Messi, boven Cristiano. Is hij de beste speler die ooit een bal heeft gezien? Weet je wie mijn all-time favorite is? Niet de beste altijd. Maar wel, als je zegt wie was nu, of wie is het altijd? De voetballer van wie je zegt ja, dat is mijn man. Allee, ja. Die stond nog steeds op. Nee, zo lang gestond. Oké, wat? Nou, ik heb er wel heb ik hem misschien gespeeld, denk ik? Een hint, laat hem aan het spelen. Het is in de Frans. Platini, nee, Deschamps. Nee, maar ik heb hem zien spelen. Ja. Een Frans, man. Ook Frans van boven gespeeld. Ja. Maar daar hebben ze het buiten gezet. Aan Elka. Wat kan je niet zeggen? De laatste letter is al juist. Tijdig ook op een A. Zal ik een hint geven? Nog één hint. Manchester United. Toch niet, hè. Hij speelt nog steeds voetbal. Nee, hij speelt niet. Oké, maar ik was in de Pogba. Manchester United, Frans. Nee. Ah, jawel. Die hebben hem echt niet thuis gelaten. Blijf jij maar thuis. Want hij wou niet dan meebrengen, toch? Dus hij zegt, waar was hij weer dan? Of hij had iets gedaan tegen de supporter, hij mag niet mee. Ja, daar had er niks mee te maken. Daar had het niet aan moeten geven. Eric Cantona. Ik ken dat altijd. Dat is ook onwaarschijnlijk gelijk. Ja. Onwaarschijnlijk. Wat een arrogante man. Gewoon een dikke blaas. Maar je kreeg altijd na een match op de day. Ja. Want toen was onze publiek aan die kraagste omhoog. En voetbal die samen tegen. En dus ja, zeggen van ik doe nu de beste. Hè. Ik herinner me altijd. Ik weet welke wedstrijd het was. Nu spannend was de NRS. Geweldige lop. En dat deed hij zo. Ja, dat heb ik gezien. Ja, dat heb ik ook nog. En zo rondkrijgen. Nee. Dat is gewoon een Hij is acteur van waar. Dat is acteur. Ja, maar meestal, soms zie ik dat hij afvult. Ik kan toen maar ja, het zijn toch allemaal van die safe-films. Maar inderdaad, ik kan toen aan. Maar ik moet wel een voorbeeld van, want hij moest meer normaal in de week aan echt liggen, maar blijkbaar zei hij consistent. Nee, maar hij was dus die de bondscoach van toen, weet je. Heeft eigenlijk na 94, tussen 94 en 98, drie man uit de ploeg gezet. Maar, en Cantona was daarbij gezegd, daar werkt het niet mee. Cantona, nog twee van die Cantona. Ja, ik ben het nu vergeten. Maar dus nog, dat ze zijn dus geschift. Die moet in het gesticht. Ja, dat leren we niet. Zinedine, daar heeft Cantona wat te vergeten. Snap je? Maar dan, meneer. Peter, wie gaat het van? Peter zonder meneer? Peter, 1000 keer. Ik vind het ongelooflijk. Eerlijk. Het is jammer dat het antwoord is. Ik vind dat ook. Maar ik had niet gedacht dat deze zo geweldig ging zijn. Eerlijk gezegd, ik heb er echt van genoten. Ik ook. En ik hoop in de toekomst misschien wel niet uitnodigen. Mooi. Wanneer ik met pensioen ga, zal ik hier mijn afscheidsreden komen. Kijk, je hebt dat gehoord, hè? En dan wanneer dat precies was, ik ga wel op M&M in de grond doen. Dat kan toch. Dat moet ik straks op Charlie komen. Ik heb er zin in. En gewoon ook, veel mensen weten dat niet, ik doe dat niet altijd, maar ik doe ook deze interviews, dat ik doe ook voor mijn vriend. Hij heeft een kans gekregen om mijn interviews te doen en zo. Maar hij is vermoord geweest, misschien 2-3 maanden voordat ik mijn podcast heb. En het feit dat ik elke dag, als ik film met hij ook op beeld komt, voor mij is ook plezier. Je ziet hier Pies en voor zijn dochter, ja kijk, papa, het was ook gewoon geweldig. Ik kan ook gewoon een blij bij je zeggen. Nee, één keer is genoeg. Het was ook niet de grootste moeite. Het is nee. Tegen mij zien omdat ik geen naden moet bewegen, maar het is met veel sympathie. En, ik vind het wel zacht. Ik heb er al veel over gepraat, maar ik zie die Pirates. Ja, en ik ben hier ook al eens gezien. Ja, ik ben altijd welkom. Niet alleen voor de interview, maar super mooi dat ik er zijn. Ik denk dat ik er iets willen springen. Dat je meer dan welkom bij de schip mag werken. Ik ga een luchtbal een keer over en deuren. Ja, dus ik ben meer dan welkom. Dank u. We hebben Peter van den Berg gehad. Charlie, Talks with Charlie. Charlie, bij je. Follow me on YouTube. Talks with Charlie. Is
Fox, Wit, Punt, Charlie, Peter van der Bent, Instagram, maar je moet dat eens af een beetje. Oh, deze is bekend genoeg. Ik probeer daar te gaan. Maar meer, Talks with Charlie, must pop with the population, smell like money, dus me and Peter made it some. Graag gedaan. Zeer, graag. Zeer.